jongens en meisjes. Fijn dat jullie vanavond mee willen kijken en mee willen luisteren. Misschien dat je je nu 's avonds soms wel eens een beetje verveelt. Ik hoorde dat tenminste wel van de kinderen in mijn klas. De clubs gaan niet meer door, de sportverenigingen zijn gesloten. Vandaar dat we ook deze avond een verhaal aan jullie willen vertellen. Want het is belangrijk om niet alleen maar bezig te zijn met spelen en met leren, maar ook om je bezig te houden met de dingen vanuit de Bijbel. Om bezig te zijn met God en bezig te zijn met zijn woord. Bijbelverhalen zijn daarvoor heel belangrijk. Die hoor je als het goed is elke ochtend of op zondagmiddag voor de zondagschool. Deze keer vertellen we geen Bijbelverhaal, maar een ander verhaal. Een verhaal waar we wel heel veel van kunnen leren. En misschien ken je het verhaal al wel, want de dominee praat er ook wel eens over. Het gaat over een man die Christen heet. En het is geschreven door John Bunyan. Maar voordat ik ga beginnen met het vertellen van het verhaal, wil ik eerst met jullie bidden. Want juist in deze tijd is het ook heel belangrijk dat we samen het aangezicht zoeken van de Heer om te vragen of Hij ons wilt helpen met alles. En te vragen of Hij ook bij de zieken wilt zijn, ook uit de gemeente. Bid je met me mee? Heere, trouwe God en Vader in de hemel, aan het begin van deze avond komen we bij u in gebed. We willen vragen of u bij ons wilt zijn. U kent ons en u weet ook waar we nu zijn, of we nu thuis zitten op de bank of ergens anders meeluisteren. En Heere, u kent de situatie van ons land. U weet dat er zorgen zijn, dat er mensen ziek zijn. Misschien zelfs wel in onze eigen familie. En als dat zo is, zou u dan bij ze willen zijn? Zou u genezing willen schenken? Ook in onze gemeente. We denken aan de oude mensen die eenzaam zijn en die misschien geen bezoek mogen krijgen. Zou u toch zelf die eenzaamheid willen vervullen? Dat ze mogen weten dat u bij ze bent. Maar wilt u ook met ons zijn? Ook als we het misschien soms wel lastig vinden om ons schoolwerk te maken, zonder dat we in de klas zijn, als onze vriendjes en vriendinnetjes missen. En heren, als het soms ook lastig is om stil te staan bij u, juist ook nu we gedacht hebben aan de Heer Jezus aan het kruis en hoe hij is opgestaan. En misschien vinden we het wel moeilijk en weten we niet zo goed hoe we nou ook zo'n nieuw hart kunnen krijgen en hoe we de Heer goed kunnen dienen. Maar zou u ons daarbij willen helpen? En dat we daar wijsheid vanuit uw woord ook uit mogen ontvangen. Dan zou u zo ook de verkeerde dingen die er elke dag weer zijn, zou u die willen vergeven. En ons helpen om goed te doen. Ook als er niemand kijkt. Om te zorgen voor elkaar. En om ook alles tegen u te vertellen. Want alleen kan dat soms wel lastig zijn. Maar help ons om ook te bidden. En Heere, zou u zo het verhaal ook willen zegenen, ook als het misschien nog een beetje moeilijk is om te begrijpen. Maar dat we toch mogen weten dat die ene weg die Christen ook zal gaan, dat dat de goede weg is. En dat het verlangen daar in ons hart mag zijn om ook die goede weg te bewandelen, om u te dienen. Dit alles vragen wij niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Stil kijkt de dominee voor zich uit. Hij staat naar de dichte deur voor hem. Toch ziet hij de deur niet. Hij denkt na, heel diep na, over zijn leven. Wat er allemaal is gebeurd. En waarom hij nu hier in de gevangenis zit. Zijn ogen staan verdrietig. Want hij kan nu niet doen waar hij voor is geroepen. Het was de bedoeling dat hij het evangelie zou verkondigen, overal op de wereld. En nu? Nu zit hij hier in deze gevangenis tussen die vier muren. En hij kan niemand vertellen van de Heer Jezus. Terwijl dat verlangen in zijn hart is. En zo zit hij na te denken. Hij denkt na over zijn hele leven. Hij ziet zijn leven eigenlijk als een soort reis. De reis die begon toen hij werd geboren en die straks eindigt wanneer hij weer zal sterven. En ondertussen op die reis gebeurt er altijd heel veel. Verdrietige dingen, mooie dingen en ook moeilijke dingen. En hij weet nog toen hij een kleine jongen was en er met zijn vader meeging op reis. Met zijn werk
En als hij dan thuis kwam, ging hij spelen met zijn vrienden. Maar dat waren geen goede spelletjes. Hij was dan bezig met verkeerde dingen. Hij vloekte en hij steelde. En nu heeft hij daar zoveel spijt van. Hij wilde dat hij dat kon veranderen. En toen, na jaren, toen voelde hij zich telkens zo onrustig in zijn hart. En hij wist wat ik aan het doen ben, dat is niet goed. Daar word ik niet gelukkig van. En hij ging zoeken en zoeken. En hij kwam uit bij de Bijbel en hij ging lezen. Maar hij voelde zich wanhopig, want hij dacht, ik heb te veel zonde gedaan. Te veel zonde en dat kan nooit vergeven worden. Maar uiteindelijk was hem verteld door mensen die hij had ontmoet dat dat wel kon. En in de Bijbel had hij het ook gelezen dat er voor de grootste zondaar zelfs vergeving was. Omdat de Heer Jezus aan het kruis was gestorven en hij had het geloofd. En toen was hij dominee geworden. Hij had 5 jaar lang overal mogen preken, mensen mogen vertellen van het woord van God. Maar toen waren de soldaten gekomen. En de soldaten hadden tegen hem gezegd, je mag niet meer preken. Het is verboden in ons land. Hij mocht niet meer de preekstoel op. En hij dacht, nou, als ik de preekstoel niet meer op mag, dan ga ik wel in de boom klimmen en dan ga ik vanuit daar het evangelie vertellen. En dat deed hij ook. Hij klom in de boom en vanuit buiten vertelde hij alsnog de mensen over de Here. Maar de soldaten waren opnieuw gekomen. Ze hadden opnieuw tegen hem gezegd, het is verboden om over de Here te praten in ons land. En hij was gevangen genomen. En nu zat hij hier, tussen die 4 muren. En hoe moest dat nou toch verder? En zo zit hij te denken aan al die mensen die misschien nooit van de Here zullen horen. En dan bedenkt hij, misschien kan ik gaan schrijven. Ik kan een verhaal gaan schrijven over wat iemand allemaal meemaakt wanneer je gaat geloven in de Here. Hoe moeilijk dat soms kan zijn. Hoe soms de zonden je kunnen verleiden en hoe moeilijk het dan is om toch te blijven geloven. En zo gebeurt het dat hij zijn pen pakt en een vel papier en hij begint te schrijven. Daar in de verte, daar zien we een man. En die man, hij heet Christen. En Christen, hij ziet er verdrietig uit. Hij staat tegen de muur van zijn huis en hij denkt na over zijn leven en hij is het er niet meer mee eens. Hij voelt zich verward en verdrietig en hij heeft een groot pak op zijn schouders. Een enorm pak dat zijn schouders naar beneden drukt. En hoe hij ook probeert om dat pak van zijn rug te krijgen, het lukt hem niet. En hij wil dat pak weg hebben, want dat pak dat zorgt ervoor dat hij zich verdrietig voelt, dat hij belast is. Op de volgende foto kan je hem zien met het pak op zijn rug. Je ziet hoe zijn gezicht verslagen is, hoe hij zijn handen voor zijn hoofd geslagen heeft. En zijn vrouwen en kinderen, ze zien wel dat hij zo verdrietig is en ze vragen het aan hem. Waarom ben je zo verdrietig? En Christen zegt het tegen ze. Nou, ik heb gelezen dat er op een dag een vuur komt die deze stad verderf zal verwoesten. En wij moeten vluchten. En zijn vrouwen en kinderen kijken hem aan en ze lachen. Ha, denk je nou echt dat dat zo is? Denk je echt dat er een vuur komt die onze stad verwoest? Hier waar we zo heerlijk ons eigen leventje kunnen leiden. Waar we lekker kunnen doen waar we zelf zin in hebben. Ja, knikt Christen ernstig. Ja, en we moeten vluchten. In zijn handen houdt hij een boek. Ik heb het zelf gelezen in dit boek. En je begrijpt misschien al wel wat dat boek voor boek is. Dat is de Bijbel. Hij heeft de Bijbel gekregen en hij is erin gaan lezen. En het verontrust hem, want in de Bijbel staat precies wat verkeerd is. En alles wat verkeerd is, dat gebeurt in de stad waar hij leeft. Mensen leven voor zichzelf, ze zijn niet goed voor elkaar. Ze denken alleen maar aan geld, aan macht. Ze denken aan feestjes vieren, maar niet aan de Bijbel, niet aan de Here.
Niet aan het waarom we nou eigenlijk op deze wereld leven. Maar christenen is er wel over na gaan denken. En zijn vrouw en kinderen zeggen, oh joh, je moet naar bed gaan. En als je er een nachtje over slaapt, dan is het vast wel weer over. Maar christenen, hij slaapt een nacht. En de volgende dag is hij nog steeds zo onrustig. En hij is nog steeds verdrietig. En ze vragen het aan hem, hoe gaat het nu, vader? Het gaat steeds slechter, zegt hij. En zijn kinderen, ze lachen en ze schelden hem uit. Wat doet dat verdriet bij christen? En hij weet niet waar hij heen moet. Hij weet niet welke kant hij uit moet. En zo loopt hij door de velden. En als hij dan daar zo loopt met dat zware pak op zijn rug, komt er in de verte een man aanlopen. En die man, hij ziet hem en hij komt naar hem toe en hij vraagt vriendelijk aan hem, christen, waarom huil je zo? Nou meneer, zegt christen, ik heb in dit boek gelezen en in dit boek staat dat ik moet sterven. Dat ik eens zal verschijnen voor de Here en als ik al de zonden blijf doen die ik nu doe, dan zal ik straks voor eeuwig niet meer bij de Here mogen zijn. Dan zal ik straks voor eeuwig in het vuur zijn. Dat staat er in het boek. Waarom wil je dan niet sterven, vraagt de evangelist. Vind je het dan niet fijn in deze stad hier, waar je zelf mag doen wat je zelf wilt? Nee, zegt christen, ik heb dit zware pak op mijn rug en ik wil daarvan verlost worden. Maar ik weet niet waar ik heen moet. En de evangelist, hij kijkt naar hem. En op de foto zie je evangelist staan naast christen. En hij wijst met zijn vinger. Zie je daar in de verte, zie je dat poortje daar? Dat kleine, dat smalle poortje. En christen, hij tuurt. Nee, zegt hij, ik kan het niet vinden. Kijk nog eens goed, heel in de verte, je ziet het licht daaromheen. En christen, hij kijkt opnieuw. En dan, heel in de verte, ziet hij inderdaad dat het licht is. Hij ziet een beetje licht. En hij besluit, hij zegt het ook tegen evangelist. Ja, ik zie het. Ik denk dat ik het zie. En evangelist zegt, daar moet je naartoe. En hij overhandigt hem een rol, een boekrol. En op die boekrol staat, vlied van de toekomende toren. Dat betekent, vlied, dat betekent haast je, vlucht. Vlucht weg van de toren die straks over de stad verderf zal komen, als je je niet bekeert. En christen, hij houdt die boekrol in zijn hand. En evangelist zegt tegen hem, zorg dat je blijft lopen. Blijf lopen, net zo lang, tot je daar komt bij het poortje. En wanneer je bij het poortje gekomen bent, dan zal daar een man zijn en die zal je vertellen wat je daarna moet doen. Wie zou nou die evangelist zijn? Misschien weet je het al wel. Misschien heb je er wel over nagedacht. Die evangelist, dat is een dominee. Dat is een juf of een meester die vertelt hoe je bij de Here kunt komen. En deze evangelist vertelt het ook aan christen. Hoe de weg gaat naar het eeuwige leven. Hoe je moet vluchten van al de zonden in je leven. Denk eens na over al de zonden die jij elke dag doet. Misschien kan je ze wel niet zo 1, 2, 3 opnoemen. Maar het is toch goed om er eens over na te denken. En eens na te denken over hoe je bij de Here kunt komen. Bid daar ook maar veel om. Dat was het verhaal van christen voor deze week. Volgende keer gaat zijn verhaal weer verder. Bedankt voor het kijken. Bovendien.